Deze cheesecake ziet er prachtig uit, toch? Het is een cheesecake met aardbeienkaramel. Echt een heerlijk dessert. Om het te maken begin je eerst met het weken van de gelatineblaadjes. Dat doe je in koud water, tenminste 5 minuten. Dan doe je de roomkaas in een kom. Dat roer je een beetje los alvorens je de citroensap toevoegt. En een beetje van de geraspte schil. Dat roer je wederom goed door. Dan gaat daar suiker bij. Crème fraîche. Dat roer je wederom goed los. Dan haal je de zaadjes uit de vanillepul. Als je verse pul gebruikt, dan is die nog goed zacht en dan gaat dat best makkelijk. Dat gaat erbij. Dat roer je goed door. Vervolgens verwarm je melk tot tegen de kook aan. We gaan dan eveneens de gelatineblaadjes bij. Je roert alles goed door, zodat het goed is opgelost. Dan gaat het melkmengsel bij de crème fraîche. Roer wederom goed door. Dan ga je verder met afwerken. Dan steek je een plakje cake met behulp van een steker eruit. En daar gaat dan de cheesecake overheen. Dit laat je tenminste 5 uur in de koelkast opstijven. Dan was je de aardbeien, snijd je in stukken, houd een aantal mooie exemplaren achter. Pureer de aardbeien. Dan verwarm je suiker in de pan met een klein beetje water of citroensap. Dat laat je oplossen, dan roer je niet meer. Dan zie je dat hier goudbruin begint te worden. En dan voeg je de gepureerde aardbeien toe. Uiteindelijk ontstaat dan deze heerlijke zoete saus. Klein beetje citroensap erbij. De achtergehouden aardbeien. En om te serveren haal je dan de steker van de cheesecake af en daar gaat dan de karamel overheen. Eet smakelijk!